Welkom in Amsterdam en welkom aan het Rembrandtplein. Dames en heren, straks aan de ronde tafel het oliemannetje van het kabinet Kok. De VVD'er die altijd lacht, ook als het spannend en gevaarlijk wordt. Ik heb het over de vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal. Ja, ik zei olieman, Kees. Hartelijk dank. Ook straks aan de ronde tafel. Net terug van een maandje heel hard trainen in Zuid-Afrika. De populairste Nederlandse hardloopster. Wat is dat nou voor ding? Oh, dat is, daar lig ik vaak op. En dat is goed voor mijn rugspieren. Dus dan heb je die bobbels hier. Die duwen dan een beetje in je rugspieren en die ontspannen daardoor. Dat werkt wel goed. Lees je de Donald Duck? Ja. Ja? Ik heb een abonnement op de Donald Duck. Die strips ook? Die zijn van Hans, hè? Die lees ik eigenlijk niet. Mm. Dus ik weet niet eens waar ze over gaan. Ja. Nog meer beesten zie ik. Ja, we zijn wel gek van knuffeldieren, ja. Wat is dat voor briefje? Welcome back. Oh ja, dat had Hans. Want toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika had hij alle knuffeldieren op het bed gezet. Met dat briefje ervoor. Want dat ben ik dan, welcome back, Boefie. Dat is je bijna. Ja. Ze lagen allemaal op het bed. Ja, dat was wel grappig. Mickey Mouse als klok. Ja, daar zitten dus allemaal van die melodietjes in. Zo'n zippen die doen en zo, allemaal van dat soort dingen. Ja, dat is wel grappig. En ook wel een gewoon wekker geluid hoor, gewoon een brrr. Dus zo word jij gewend? Ja. Vaak wel. Dames en heren, straks aan de ronde tafel, Ellen van Langen. Maar eerst tornado's. Jawel, binnen een paar weken vertrekt een Nederlands team van 4 meteorologen naar Amerika om daar op jacht te gaan naar tornado's. Een wervelwind is een tornado, een klein wervelwindje moet je eigenlijk wel voor de goede orde zeggen, 1 tot 2 kilometer in doorsnee, maar eigenlijk even gemeen als hij klein is, want hij draait in de rondte met zo'n 500 kilometer per uur en dat zijn snelheden, nou ja, op een bunker na krijg je daar werkelijk alles mee kapot. Wie zijn de helden die zich in de nabijheid van zo'n fenomeen in het belang van het onderzoek willen wagen? Een ervan kent u zeker, hij is weerman en meteoroloog, Reinier van den Berg. Reinier, je gaat op jacht naar tornado's. Ja. Met z'n vieren in een auto, ergens in de Midwest van Amerika. Mm-hmm. Jullie staan dus 's morgens op en staan voor de taak te voorspellen waar zo'n ding de meeste kans heeft om op te duiken. Maar het is een vrij groot land. Dat klopt. Wat heb je nodig, in elk geval, voor een tornado om te ontstaan? In ieder geval warmte boven het continent. En opstijgend luchtstroming en daarmee de vorming. Omstandigheden voor de vorming van een hele zware onweersbui. En in die onweersbui ook nog een bepaalde mate van draaiing van de wind op verschillende hoogten. Bijvoorbeeld een zuidenwind op lage hoogte en bijvoorbeeld een westenwind op grotere hoogte. Dus dan zit er al een soort draaiing in de atmosfeer. Naarmate die hoger komt? Inderdaad. En warme als je die draaiing hebt, ja precies, die opstijgende warme lucht die gaat dus draaien. Dat gaat ook voor de naar beneden komende koude lucht. En de rotatie die dan kan ontstaan, die kan zich op een gegeven moment ontwikkelen tot een echte tornado. Dus, maar dat gebeurt lang niet altijd. Dus jullie hebben computers bij je om in Amerika het weer te voorspellen. Je zoekt dus naar een bepaalde wind aan de grond en een andere wind, een ruimende wind op onder steeds andere, grotere hoogte. Ja. En als je dat kan combineren met de verwachting voor zwaar onweer, dan is dat de plek waar je naartoe gaat. Daar moeten we dan wezen. In tornado-lingo bestaat het woord touchdown. Betekent dat precies dat griezelig wat ik denk dat het betekent? Wat denk je dat betekent? Ik denk dat het moment is dat die slurf echt naar beneden komt en de grond raakt. Klopt. Touchdown, hè? Dat is het aanraken naar beneden van de grond. En dat verraadt zich door het feit dat je op een gegeven moment allerlei puindelen van bomen... Huizen... Dus de tornado begint eigenlijk op hoogte? Ja, dat klopt. Daar begint het te wervelen? Het begint eigenlijk in die onweersbui. Daar heb je op een gegeven moment rotatie. En naarmate dat zich meer samentrekt, eigenlijk een beetje schaatsrijders effect, weet je wel. Dan kan er een slurf langzaam naar beneden groeien. En op het moment dat het op de grond merkbaar is, dat er stof gaat opdwarrelen of opgezogen wordt, dan spreken we van een touchdown.
En dan wordt hij dus voor mensen gevaarlijk. Want zolang hij in die onweersbui aan het circuleren is, dan is het verder voor ons, nou, voor vliegtuigen erg vervelend, maar voor ons verder niet. Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, het zijn zware jongens die onweersbuien. En behalve tornado's zijn ze vaak goed voor hagelstenen. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld de grote Amerikanen, in Amerika is natuurlijk alles groter dan hier. En de grootte van hagelstenen drukken ze uit met het formaat van sportballen. En ze praten daar bijvoorbeeld over baseball size hail. Hè? Ja, zeker. Dat is zo dus dat groot. Dat zijn dit soort jongens. En die kunnen kilogram per stuk wegen en die komen in dezelfde onweersbui ook naar beneden. Komen die door je dak heen? Nou, die grote hagelstenen die zijn van een kilo? Dermate verwoestend. Dat het nou niet echt door het dak heen komen gaan. Ze door je voorraad heen? Dat zeker. Dat zeker. En je krijgt ook toch een redelijke put in je dak natuurlijk. En dat is niet zo leuk voor de verhuurmaatschappij waarschijnlijk. Dus ja, behalve een tornado kunnen er wel meer dingen gebeuren. Die maar blijf eens heel even bij die tornado. Wat zuigt dat ding nou naar boven? Ik kan me voorstellen dat een beetje kikker met gemak 10 kilometer hoogte kan halen op die manier. Ja, het zou best kunnen, ja, dat denk ik wel. Je hebt toch van die verhalen dat mensen gewoon gezellig zitten de barbecue en dat er midden in de woestijn ergens opeens 900 visjes naar beneden komen pletteren die door een tornado op grote hoogte... Nou, het zou wel ideaal zijn als je barbecue... Dan maakt Ruud er weinig toch al die... Dat lijkt me hartstikke lekker. Maar dat klopt, ja, die verhalen... Nee, Ruud er weinig leeft daarvan, van dat soort programma's. Dat is zeker waar, ja. Ja, ik denk dat een deel van die verhalen inderdaad te maken hebben wellicht met de turbulentie en de opzuiging door bijvoorbeeld de tornado. Maar een aantal van die verhalen gebeuren bijvoorbeeld bij volstrekt blauwe hemel. Nou, dat lijkt me sterk, want de tornado komt alleen voor bij een onweersbui. En je zou je kunnen voorstellen dat tijdens zo'n onweersbui kikkers en vissen en misschien wel varkens ook... Kan een varken worden om de lucht in worden gezogen? Geen probleem. Hoe hoog? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat hoop ik ook niet zelf te gaan meten. Maar kan dat 100 meter zijn? Dat denk ik wel, ja. Nog wel meer dan dat ook, denk ik. Je zal hem op je test krijgen als hij naar beneden komt zetten. Of op je barbecue. Ja, dan is je barbecue ook naar zijn malle... Dat denk ik wel, ja. Nee, maar de krachten in zo'n tornado, die moet je niet onderschatten. Het is inderdaad zo wat zwaardere voorwerpen. Er zijn ook verhalen bekend van auto's bijvoorbeeld. Een automobilist die erin terechtkomt, die wordt opgepakt en die wordt honderden meters verderop, wordt die gewoon als oud vuil tegen de grond gekwakt. En die auto is dus inderdaad in de lucht omhoog gekomen in die tornado. En die maakt een reisje, een kleine rondvlucht. En die wordt op een gegeven moment weer neergezet. Helaas op zijn dak. Ja, vaak is dat natuurlijk wel zo. Maar er zijn ook een complete auto gaat de lucht in. Ja hoor, dat kan zeker. Zullen we ter illustratie van wat je zit te vertellen even naar een paar beelden kijken? Hier zie je heel duidelijk zo'n tornado die zich naar de grond toe aan het uitbreiden is.